99% gaat naar Meppel. Toch? Ja. Dingstede? Ja, nou, Dingstede, de hoofdmoot. Maar dat ligt eraan welke schoolkeuze er is. Er gaan ook heel veel naar Stad NS. En AOC Terra ook. Ik ben bezig met het overleggen met leerkrachten over zorgleerlingen. Als er een zorg is naar de bovenkant of naar de onderkant, dan wordt mijn advies gevraagd en ik help de leerkrachten daarbij. Even uitleggen, zorg naar boven en onderkant is niet voor iedereen. Nee. Zorg naar boven, dat is de kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. En zorg naar de onderkant is kinderen die wat minder dan gemiddeld begaafd zijn. En daar kunnen allerlei problemen zich voordoen en dan word ik ingeschakeld. Om problemen even op te lossen. Nou, niet om het probleem direct op te lossen. Maar de weg te bewandelen samen met degene die daarin gaat begeleiden. Samen met de leerkrachten, maar ook met ouders, maar ook met de kinderen zelf. En ook van bureaus buitenaf? Of heb je daar ook hulp bij? Ja, we hebben ook veel contact met externe instanties. Bijvoorbeeld de Educare in Steenwijk of bureau Oosteinde of de kinderpraktijk in Meppel. Okay. En eigenlijk om ons te ondersteunen als wij het niet weten. Hoe lang bestaat deze school al? Wij hebben een jaar of 4 geleden ons 150-jarig bestaan gevierd. Pardon? Dus wij bestaan sinds 1861. En waar hebben jullie allemaal gezeten? Want niet alleen hier. Nee, niet alleen hier. We zijn begonnen ooit aan de Nieuwe Weg. Op de hoek waar nu het huis van Jan Meer staat. Oh ja. Daar heeft onze school gestaan. En daarvoor weet ik niet zo precies. Nee. Maar in allerlei locaties hebben ze gezeten. En dat was wel grappig. Want maar uiteindelijk hier? Uiteindelijk hier terechtgekomen. Dit gebouw is in 1958 hier neergezet. Dit gebouw is ook al een aantal jaren oud. Ja. En ja, dit is natuurlijk een hele geschiedenis. We zijn begonnen als een kerkelijke school. Ja. De kerkraad was ook het schoolbestuur. Nou ja, dat ging toen zo. Maar ze kwamen er ook al snel achter dat niet zo'n goede combinatie was. Dus het is maar een jaar of 10 of zo is dat maar zo geweest. En toen is er al een echt schoolbestuur gekomen. En nou, zo hebben die ontwikkelingen zijn natuurlijk gewoon doorgegaan. En uiteindelijk een jaar of 25 geleden zijn we christelijke basisschool geworden. Want wij willen graag voor mensen die voor christelijk onderwijs kiezen, willen we graag zijn. En dat heeft dan niet te maken of je hervormd bent of gereformeerd of katholiek. We willen graag zijn voor het christelijke volksdeel. Ja. Mensen die voor christelijk onderwijs kiezen. Okay. Daar zijn we voor. Ja. En hoeveel zijn er dat hier op dit moment in Nijveen? Op deze school? Op deze school zitten op dit moment 163 kinderen.